Hoe behaaft het meer dan gewone slimmen? Hoe uh, behaaft het? Dat zie je zo. Hoe komen we op dit onderwerp? Waarom geven we deze themareeks? Is eigenlijk ooit zelf gestart, tien jaar terug, met onze eigen dochter. Waarvoor we naar school moesten gaan, omdat het niet ging voor wiskunde, het niet ging voor taal in het eerste studiejaar. Uh, en ze moest eigenlijk getest worden om te kijken of ze niet naar het bijzonder onderwijs moet. En van daaruit is heel de reis gegaan, het bleek dus helemaal het omgekeerde te zijn van wat de school dacht. Eerder dan laagbehaafd, bleek het dus hoogbehaafd te zijn. En van daaruit hebben we eerst een reis als ouder gedaan, maar hebben we ons dan ook professioneel eh, bijgeschoold. En zijn we ook ondertussen met hoogbehaafdheid professioneel bezig met Chromie Coach. Waarom geven we de themareeks? Ja, dat is ook vooral omdat we vastgestapeld hebben, zowel bij onszelf als ook bij heel veel van onze klanten is ja, dat de kennis bij de start heel beperkt is rond hoogbehaafdheid. En vooral ook dat als je die kennis dan vergaart, dat er eigenlijk een, een, een hele nieuwe wereld voor je opengaat, zowel voor jezelf als voor je kinderen, eh, rond ja, wat hoogbehaafdheid is, hoe dat je met elkaar omgaat, waarom dat er bepaalde reacties zijn, hoe dat je kan zorgen dat jouw zoon of dochter ja, wel gaat openbloeien, wel uitdagingen aangaat, dus er er komt heel veel op gang op basis van die kennis. En daarom geven we twee keer per jaar de themareeks. En die is eigenlijk opgebouwd uit zes delen. In het eerste deel gaan we vooral de hoogbehaafdheidsmodellen toelichten. Maar niet puur als theorie. Dus we gaan een combinatie doen van de verschillende wetenschappers die bezig geweest zijn met hoogbehaafdheid. Maar we gaan dat ook direct koppelen aan kenmerken die je kan zien bij je zoon of dochter. Uh, gewoon wat random voorbeeld, want er zitten natuurlijk heel veel. Hè. Dus soms heb je kinderen die eigenlijk heel veel alleen spelen of heel, beel, uh, heel veel bij de, bij de juf of de meester gaan, gaan staan. Uh, soms heb je kinderen die ja, heel agressief worden, heel explosief worden, of thuis, of op school. Allee, er zijn dus heel veel heel klein, uh, kleine en grotere symptomen die eigenlijk gelinkt kunnen worden aan een of meer van die hoogbehaafdheidsmodellen of aan dingen die in het vervolg van die reeks gaan komen. Dus in dat eerste deel gaan we vooral inzoomen op de verschillende theorieën. Belangrijk neveneffect, en waar, dat is ook de reden waarom dat we deze sessies nog altijd live geven en in een groep, is dat vanaf het eerste deel ook connectie kan uh, ontstaan met andere ouders met hoogbehaafde kinderen. Ook wij zelf hebben dat vastgesteld en we zien dat bij elke themareeks, bij heel veel van onze klanten, het ook horen van andere ouders. Die uitdagingen, die frustratie, die had ik maar een normaal eenvoudig kind gehad. Alles, al die ervaringen die, die, die daar gedeeld worden, zorgen ook dat je voelt van ja, ik ben hier niet alleen, dat is niet abnormaal. Er zijn oplossingen, er komen elke keer ook ideeën. al wij leren elke keer nog bij van ouders, ah, ik heb dat geprobeerd en dat bleek wel te werken. En zo. Dus je leert ook, doordat je dat in een groep doet, van alles bij. Dus het eerste deel gaan we vooral inzoomen op de hoogbehaafdheidskenmerken. Het tweede deel gaan we aan de slag met mindset. Dat is eigenlijk de belangrijkste coachingbasis van de trajecten die wij geven voor kinderen en eigenlijk onder de motorkap ook voor de volwassenen. Dus het is een heel belangrijk deel waarin dat je gaat snappen die hoogbehaafdheidsmodellen die je in het eerste deel had. Waarom gaan sommige kinderen geen last hebben van hun hoogbehaafdheid en gewoon vlot groeien, leren, uitdagingen aangaan? Maar gaan er ook veel kinderen zijn die ja, die falangst krijgen, die geen moeilijke opdrachten gaan oppikken? Hoe komt dat eigenlijk? Van waar komt dat? Mindset is heel veel een van de basiselementen uh, die zorgen dat je zoon of dochter gaat onderpresteren. Positive discipline is eigenlijk opvoeden zonder straffen en belonen. En we hebben in praktijk vastgesteld, weer zowel bij onszelf, ons gezin, we hebben vier kinderen, als bij klanten, dat dat eigenlijk een heel uh, mooie opvoedingsfilosofie is die heel goed aansluit bij hoogbegaafde kinderen. Het is van toepassing op, op elk gezin, en het kan toegepast worden in elk gezin, ook normaal begaafde kinderen. Maar we zien bij hoogbegaafde kinderen... Dat er een hele toolset zit die, die wel heel goed mapt op net die kenmerken van uw hoogbehaafde zoon of dochter. De twee volgende delen, versnellen, eh, onderpresteren, dat is eigenlijk een, ja, een Siamese tweeling. Als je het een wilt volgen, vocht dan zeker ook het ander, want die hangt echt heel nauw aan elkaar. Dan gaan we die hoogbehaafdheidsmodellen en die mindset ja, koppelen aan eigenlijk uh, de schoolse situatie. Dus waarom? Gaan, gaat, gaat dat soms hè, het ene jaar knetteren en het andere jaar vlot gaan op school? Wat zijn eigenlijk de noden van je hoogbouw, de zoon of dochter? Wat kan er mislopen? Dus als we het voorbeeld pakken van hè, onze dochter die geen wiskunde kon en eigenlijk geen taal meer kon, en dat ze eigenlijk dachten van het naar het bijzonder onderwijs te moeten sturen, is net een vorm van onderpresteren in het eerste studiejaar. Dus dat, is, dat kan al in de kleuterklas. Hè. Na een paar weken in de kleuterklas zal het kind zich al aangepast hebben. ...aan hoe de omgeving gaat reageren. Dus het is superbelangrijk, die twee delen... ...hoe vroeger je ermee aan de slag gaat... ...dus als je zoon of dochter geen probleem lijkt te hebben... ...maar ze moeten niks doen, niet studeren op school... ...altijd goede punten... ...ja, dan bestaat er een risico... ...dat die later serieus in problemen gaan sukkelen... ...omdat ze eigenlijk nooit hebben leren leren... ...die in een growth mindset nooit gechallenged is geweest en zo. ...dus het is superbelangrijk, twee delen. Het laatste deel is aan de hoogbehaafde volwassenen... Doen altijd 5 plus 1 gratis, omdat anders niemand dat deel zou meepikken. Dus dat is eigenlijk ja, de extrapolatie van wat we de eerste vijf delen gezien hebben naar de volwassenen toe. Hoofdfocus is hier voor alle duidelijkheid ouders en kinderen. Het laatste deel is een mooie surplus waarmee dat je ook ja, tools en technieken gaat krijgen eh, voor jezelf. Die, zoals eh, elke ding dat we zeggen, eigenlijk ook toepasbaar zijn op normaal behaafde kinderen. Maar een hoogbehaafd kind, een hoogbehaafd volwassenen, ja, dat is een beetje dezelfde kan en werk me altijd met het woordje te voor. Dus de nieuwe themareeks is, uh, is weer in aantocht. En uh, ik zou zeggen, schrijf je zeker tijdig in. Het is zes live sessies in Kortrijk. En zes keer s'avonds. Het is een uur en een tot of twee uur. Het hangt een beetje vanaf van de interactie met de ouders. Hey, hoe, hoe, uh, hoe lang het duurt. En ga dus naar themaavend.gromicodge.be of www.gromicodge.be. En schrijf je in voor de themareeks. We adviseren sowieso van de volledige reeks mee te pikken, want het hangt allemaal wel aan elkaar. Dus die hoogbehaafdheidsmodellen helpen je om ook de situatie op school te begrijpen. Ook te begrijpen waarom er bepaalde aanpassingen nodig zijn op school. Dus heel benieuwd en hou ook rekening mee live. Dus er is connectie met andere ouders. Er is erachter altijd een drankje voorzien, zodanig dat je nog of aan ons vragen kan stellen of met andere ouders kan babbelen. Dus het is een unieke ervaring. Er zijn al veel mensen die jullie voor. Ik denk dat al een paar honderden mensen ondertussen onze thema reeks gevolgd hebben over die eh, zeven jaar dat we er al mee bezig zijn, zeven of acht jaar dat we al mee bezig zijn. Dus we zien er weer naar uit. We doen het nog altijd super graag. En vooral ook voor de interactie, voor te horen waar jullie tegen botsen en daar ook mee aan de slag te kunnen gaan. Dus hopelijk, hè, weet dat het jouw leven gaat veranderen. En ook het leven van je zoon of dochter. Tot euh, onze reeks. Bye.